Het aantal muskusratten is vlindier in Friesland oude naam, naast dan 600 besten. In 2013 wien dat er nog goed 4400. De bestrijders willen nu inzetten in Grijnsland en in Drenthe. Net alleen nog om safar te komen dat ze in Friesland komen, maar ik omdat orenbestrijders graag van ze leren willen. Dat is vooral de vakmanschap van de bestrijders. Het zijn echt vakmannen die precies weten waar ze moeten zijn. Die heel goed de laatste rat kunnen vangen. Maar ook de teamleiders. We hebben de teamleiders die er echt bovenop zitten. Die ook heel veel in het gebied zelf zijn. Maar die ook echt een heel goede aanspreekpunt zijn voor de bestrijders. Virus helpt het ook dat de Waadzee en de IJsselmar om Friesland heen lezen en daar geen ratten bij komen. Toch willen we de Friese bevolking meenemen in het hele verhaal. Omdat wij niet meer overal komen. Wij komen niet meer vlakdekkend in de hele provincie. En wij willen de Friese bevolking vragen om ons te bellen of te helpen. Wanneer ze nog een muskusrat zien. Dan willen we dat graag weten. Melden kan bij het wetterschip. Net alleen nog muskusratten veroorzaken is keer en moeten wettelijk bestreden worden. Maar ik bever ratten. Daar waard van de week nog een exemplaar van vongen en oude sketten. Ik moet ze op bevers letten, rivierkreven en zelfs skeerlijke planten. Alleer exoten die je dus net oorspronkelijk waai komen. Gnaagt het wan voor de teams.